Hoi, ik ben Ashley Bakker. Ik ben Linda Bakker. En wij spelen Get to Know Your Teammate. Waar kan je Ashley het meest jaloers mee maken? Lastig, Ashley is niet echt snel jaloers, maar ik denk een goed stel sneakers. Jaloers? Ja, ik zou... Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Ja, nee, maar dat dus. Ik ben echt totaal niet jaloers. Nee, echt helemaal niet. Ik vind het wel leuk als, als iemand echt leuke schoenen aan heeft, weet je wel. En dan kan ik echt denken van, oh, die wil ik ook. Wat een geluksvogel ben jij met je leuke schoenen. Ja, dat had ik ook. Ja. Wat zou Ashley doen als zij geen voetballer was? Ik denk dat ze iets zou doen in de mediawereld. Ik denk dat ik dan... iets met grafisch vormgever was geworden. Oké. Okay. Dus iets met, misschien ook met media en met vormgeving. Ja. Dat had ik, media. Ja. Echt? Ja. Ding, ding. Wat is Ashley haar favoriete gerecht? Ik denk een pokeball. Dat vindt ze erg lekker. Ja, ik denk gewoon rijsttafel. Pokeball bedoel je? Ja. Oh, spelde ik dat verkeerd? Oh, sorry. Ja, pokeball. Goed zo. Dat is ook met rijst natuurlijk. Alleen is ook met rijst, in een kom. Dus. Rijsttafel, maar dan anders. Ja, ja. Rijsttafel in een bol. In een nieuw jasje. Ja. Ting, 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 ting. Wat is de guilty pleasure van Ashley? Lastig even kijken hoor. Ik denk het eten van heel veel Tony Chocoloni. Ja, ik hou echt heel erg veel van chocola. Ja. Kan je me gewoon voor wakker maken? Ja, dat dacht ik al. Ja. Want jij loopt ook stage bij Tony's natuurlijk. Ja, heb ik gedaan. Dus jij kan alles gewoon meenemen. Ja. Ja, was superleuk. Ja, vonden wij ook heel leuk. Af en toe nam ze wat mee voor ons. Af en toe. De grootste blunder van Ashley. Ik denk waarschijnlijk dat ze ergens bij een ongemakkelijke stilte iets verkeerd zei of zo. Oh, ik had echt even van tevoren na moeten denken of dit soort vragen. Ja, nou, meer dat iemand mijn grap niet begrijpt. Oh, sarcasme, ja. 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 Maar ja, dat heeft meer met anderen te maken, vind ik eigenlijk. Ja, dat vind ik ook. Maar dat dacht ik dus. Waar is Ashley het meest trots op? Nou, ik denk toch wel wat ze bereikt heeft bij Ajax, dat ze daar mag spelen. En dat was altijd haar kinderdroom, toch wel, omdat ze echt Amsterdamse vrouw is. Dus ik denk wel dat dat haar, haar droom was en dat ze dat heeft verwezenlijkt. Nou, sowieso dat ik voor deze club speel, uiteraard. Ting, 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 ting. Had je dat echt? Ja, had ik. Ja, serieus. Ja, dan kan ook niks anders zeggen. Nee. Waaraan is Ashley te herkennen in het veld? Nou, waarschijnlijk dat ze heel snel op de grond ligt. Als een klein tikje krijgt. En dan heel veel schreeuwen. Ja, dus veel op de grond liggen. Maar je bedoelt zeg maar over mijn spel of over hoe ik eruit zie? Wat is het eigenlijk? Ja, het is niet hoe je eruit ziet. Het is meer een soort van gewoonte in het veld. Handeling in het veld. Een soort van, ja. Oh ja, kijk, ik weet al wat jullie hierop, of wat jij hierop gezegd hebt. Okay. Dat ik nogal vaak op de grond lig, denk ik. Ding, ding, ding. Maar, het was dit jaar echt minder. Ja, dat moet erbij gezegd worden. En de keren dat het zo was, hebben we ook vrije trap gekregen. Ja, dus het was erg functioneel dit jaar. Precies, ja, daar gaat het om. Maar het is ook helemaal geen negatieve ik vind een negatieve ondertoon. Want ik vind dit gewoon een hele leuke eigenschap. Oké, dan neem ik het aan als compliment. Ding, ding. Wat is de meest vervelende eigenschap van Ashley? Ze kan heel sarcastisch zijn. Dat is misschien soms moeilijk om te begrijpen. Ik heb er niet zoveel. Nee, dat weet ik. Maar je hebt er wel eentje. Eentje? Oké, irriteer je daar echt aan? Nou, ik niet. Maar misschien dat sommige mensen het lastig vinden. Maar ik vind het fantastisch. Oké, dat ik af en toe gewoon een beetje dromerig ben. Mijn eigen ding doe. Nee, weet je... Oké, ik had dus... je sarcasme. Oh, echt? Ja, ik vind het heel leuk. Maar sommige mensen vinden dat misschien moeilijk. Oké. Maar die mensen begrijpen het dus niet. Nee, dus het is geen vervelende eigenschap eigenlijk. Dat is hartstikke leuk. Ja. Maar het leeft toch wat leuker, hè? Ja, dat is ook zo. Maar ik kon niks bedenken. Nee, dus maar ik ben blij dat jij het niet vindt. Nee. Dat doet me goed. Nee. Geitje. Die is fout, oké. Nou, dat was het, hè? Echt? Waar is het dat? Denk ik. Nou, ik vind dat je het echt heel goed gedaan hebt, Lien. Ja, we hebben best wel veel... Nee, echt. Goed, toch? Ja. Lastige vragen, maar ik ben trots op je. Dank je wel. Ding, ding, ding.